Heel goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. Wederom hogere koersen in de VS, waar de S&P 500 en Dow Jones licht aantrokken en de Nasdaq 1% bijschreef. Het sentiment was mede positief door de Chinese steunmaatregelen voor de bouwsector. En General Electric en 3M trokken fors aan na meevallende cijfers en verhogingen van de outlook. Dat laatste deed ook General Motors, maar daar viel de productie van elektrische voertuigen zwaar tegen. Het aandeel daalde uiteindelijk 3,5%. Een zware tegenvaller was er ook voor Spotify met 13,5%, dat ondanks een abonneegroei het verlies zag toenemen. Na beurs zag Alphabet de omzet met 7% aantrekken tot bijna $75 miljard. Netto bleef daar 18,4 miljard van over. En Google Search en Cloud divisies waren goed voor 66% van de omzet. Het aandeel schoot met 6% omhoog. En bij Microsoft groeide de cloud met 21% op jaarbasis en was daarmee goed voor meer dan de helft van de totale omzet van $56 miljard. Voor beleggers was dat echter nog niet goed genoeg. De netto winst trok met 20% aan tot ruim $20 miljard door de wat voorzichtige outlook en groei bij de cloud divisie. Viel het aandeel bijna 4% terug. En ook in Azië gaat men ervan uit dat de Amerikaanse Centrale Bank vanavond de rente met 0,25% gaat verhogen. Over een breed front lagen de diverse indices wat onder druk. De grootste daler was de Kospi-index in Zuid-Korea met -1,4%. En de futures in Amsterdam duiden ondertussen ook op een onveranderde tot iets lagere opening. Voor deze week blijft daarmee de 780 voor de AEX nog steeds in beeld. En ASMI zag het aantal nieuwe orders flink dalen en liet gisteravond een omzet van bijna $670 miljoen optekenen over het laatste kwartaal. Analisten zagen de omvang van nieuwe orders op $550 miljoen, maar dit kwam uit op $486. In Q1 bedroeg dit nog $647 miljoen. De zwakke markt voor geheugenchips en uitstel van orders was de belangrijkste reden, aldus ASMI. De marges bleven beter dan verwacht op peil met 49% en ook voor de rest van het jaar ziet men nog geen structurele verbeteringen zoals eerder al reeds werd gecommuniceerd. En Just Eat Takeaway zag zoals verwacht groei bij de divisies in Noord-Europa en het Verenigd Koninkrijk. Over de eerste 6 maanden werd er eindelijk een positieve operationele winst gemeld van $143 miljoen. Het aantal bezorgingen daalde wel met 12% tot $450 miljoen. En vooral in de VS was deze aanzienlijk met 15% lager. Daarnaast daalde de bruto transactiewaarde met 6% en kwam uit op $13,2 miljard. Het bedrijf moet tevens op zoek naar een nieuwe CFO, nu Bert Wissink het pand verlaat. Zijn positie lag onder druk bij boze aandeelhouders door de rampzalige overname van Grubhub. Men handhaaft bij het bedrijf zelf de eerder afgegeven outlook. En Deutsche Bank versloeg nipt de verwachtingen met een netto winst van $763 miljoen, al was dat een daling van 27% op jaarbasis. De bank werd geplaagd door schandalen, boetes en reorganisaties, maar weet langzaam uit het dal te klimmen. Op de agenda vandaag nieuwe woningverkopen en olievoorraden uit de VS. Belangrijkste is natuurlijk voor ons na beurs het rentebesluit en toelichting van de Amerikaanse Centrale Bank. Na beurs hebben we dan ook nog cijfers van onder andere AMG en UMG in Nederland. En Meta laat in de VS na beurs de cijfers zien. Bij de analisten is men wat verdeeld. Deutsche Bank zet Philips op verkopen koersdoel 15. UBS zet Philips op verkopen met een koersdoel van 14,30. Maar Barclays zet Philips op kopen met een koersdoel van 22. Jefferies zet Akzo Nobel op kopen koersdoel 88. En JP Morgan zet Akzo Nobel op verkopen met een koersdoel van 63. En ook bij Unilever zijn de meningen sterk verdeeld. 3 brokers komen met een verkoopadvies en 3 brokers zeggen een koopadvies. En morgen is er weer een Markets Update van BNP Paribas.